Ik denk dat we dus wel al gehoord hebben dat we binnenkort op kamp gaan. Dus dacht ik van, we gaan de konijnencoaches ook nog eens goed extra uitkuisen. En dit is een stro. Dat ik heb gekocht extra voor zeker genoeg in te doen. Ik ga eens kijken of het weer al een beetje beter is. Want daarnet was het echt zwaar aan het regenen. En als je het dan buiten moet doen, dan is dat natuurlijk niet zo aangenaam natuurlijk. Dus we gaan eens kijken. Weer al beter. Zo, ja, het is over. Dus we kunnen het riskeren. Ik hoop dat het weer snel wat beter is. Want dat is natuurlijk niet zo leuk als het zo weer is natuurlijk. Hè. Dus we gaan eens eventjes dat in orde maken natuurlijk. Dus we gaan alles naar buiten sleuren. We gaan eerst het er allemaal afhalen. Dus eens kijken of je dat kunt zien. Zo op deze manier. Even dus jullie zetten natuurlijk, want het is ook wel leuk als jullie kunnen meevolgen. Zo. En dan neem ik jullie mee naar buiten om voor deze bakken buiten te zetten. Dus, ja, dat moet allemaal gebeuren natuurlijk. Hier is de bak. We gaan eens kijken wat we moeten gaan fixen. Want het lukt niet zo dat we deze tafel natuurlijk. En dan moeten we een groene bak. De groene bak die mag vandaag ook buiten. Daar ben ik ook heel blij mee. Want die trekt natuurlijk heel veel ongedierte aan. Dat is logisch natuurlijk, want het is zomer. Ik al zou het niet zeggen met het regenweer vandaag. Gisteren deed ik hem open en er kwam echt super veel vliegjes uit en zo. Dat is niet normaal. Daar moet je bij zijn. Zo, dat is gebeurd. Die zijn uitgekast. Die gaan we naar binnen dragen. De konijn is er niet al heel de tijd te kijken eigenlijk. Voor het raam. Zeker van een bakje. Ik neem jullie even mee, we gaan eventjes iets wegbrengen. Zo, ik sta hier op de grote markt. En ik ga jullie wel laten zien. Er zijn nieuwe dingen op komst. Ik dacht, kom maar dus kijken. Het is heel mooi, vind ik dat. Bloemetjes. En zo allemaal. Weet je hoe dat er eigenlijk gaat uitzien als de markt helemaal klaar is? Die stonden altijd daar ongeveer. Die zijn nu daar. In wat water. Dat is ook wel leuk. Even meer natuur. En hier zie je al een stukje hoe de markt er gaat uitzien binnenkort. Mooi zo. Kijk hoe de markt er gaat uitzien. Het is een tuin en zo. Wel speciaal. Eigenlijk. Het is wel leuk. Dus ik ga het hier buiten zetten. Voordat ze hier opgehouden. Ik wil hier door geraken.
hoop ik al sinds. Zo. We zijn eens weg met mijn kalken. Zo, we zijn weer al terug weg. Met het karretje. Alles vreugd zetten, man. Als jullie denken, hoe kom je in dit wondje, dat weet ik niet. Maar dat ik eraan kom. Dus ik zou het niet kunnen zeggen. Gelukt. Konijn is echt te kijken. Daar zitten ze trouwens, de konijntjes. Kijken wat hiervan. Mooi, die garage maakt te veel lawaai. Nu nog de groene bak water. En dan nog de kooitjes dicht toe. En dan zijn we rond voor vandaag. En dan is het morgen weer iets anders te bedenken. Dus, morgen hebben we die ook beetjes gedaan. Die gele brief is eigenlijk en dat gele briefjes voor op te plakken. Dus dat er nog eentje is. Dus dan gaan we dat ook maar eventjes doen. Zo. Je ziet, dat zijn nou dingen die je ook moet doen natuurlijk niet, hè. Het is hier donker. Maar ik had even zo in de vuilbak. Oh, vanaf. En dan ga ik alles naar daar brengen. Oei, oei, zo beetje. Voilà. En dan kan die dan. Wacht, er wordt gebeld.